strijd tegen het narcoterrorisme op te drijven. Meer politie, meer screenings, meer scanning. Maar uiteraard is het een strijd die we niet alleen kunnen winnen. We moeten dat doen samen met de private sector. En zeker de shipping business, de containers, zijn erin cruciaal. Want drugs worden vervoerd in containers van Zuid-Amerika naar hier. En vandaar dat we vandaag een verklaring hebben getekend met hen om hen te vragen om te investeren in veiligheid. Concreet om te investeren in slimme containers, veilige containers. Containers die kunnen detecteren wanneer een deur wordt geopend, wanneer er temperatuurschommelingen zijn, wanneer er een container wordt verplaatst. En dat is belangrijk. En we zien dat grote bedrijven zoals MSC, Hapag-Lloyd, nu al beschikken over honderdduizenden van die containers om dit te beveiligen. De bedoeling is stap voor stap onze haven dicht te timmeren voor dat soort criminelen. Niet alleen de haven van Antwerpen, maar uiteraard ook de haven van Rotterdam, want wij zijn allebei communicerende vaten. En als we die strijd willen winnen, moeten we dat samen doen. En vandaar dat we dat samen doen met Nederland, met de Nederlandse burgemeester uit Rotterdam, maar uiteraard ook met een collega, minister van Veiligheid, Justitie uit Nederland, Dylan. Dank u wel. Het is erg bijzonder om hier vandaag te mogen zijn. Drugscriminelen die ondermijnen rechtstreeks onze rechtsstaten, onze landen en alles waar wij voor staan. En zij zijn niet gebonden aan grenzen, wetten, regels, ethiek. En ik ben heel erg blij dat wij hebben gezegd, wij laten ons niet begrenzen door de landsgrenzen die er zijn. Wij zoeken elkaar op, wij zorgen dat we samenwerken en dat doen wij op heel veel vlakken, Nederland en België. En ik ben er erg trots op dat we dat nu ook een stap verder brengen en ook de private sector naar ons toe trekken. En zeggen, deze strijd is alleen te winnen als we dit samen doen, als we dit met z'n allen doen. En dat betekent dat iedereen een deel van zijn eigen verantwoordelijkheid moet pakken. En het is mooi om te zien dat de rederijen zeggen, ja, dit vinden wij ook, dit voelen wij ook. En dat gaan we gezamenlijk doen. En het is gewoon een eerstvolgende stap in de stappen die we al aan het zetten waren. En nog vele die we samen gaan zetten wat mij betreft. Om ervoor te zorgen dat we ook altijd zullen blijven winnen van deze criminelen. Dank u. Oké.